bewegen op het ritme van de jaargetijden. Het klinkt zo poëtisch, maar het bepaalt een groot deel van ons leven. De natuur is de grootste kunstenaar. En zonder dat we ons vaak bewust zijn, vormen wij een belangrijke schakel in de levensketen. Maar hoe kunnen we het verloren contact met de natuur weer herstellen in het belang van de natuur en dus ook van onszelf? In 20 afleveringen zoeken we naar de antwoorden. Dit is een rugstreeppadje. Een jong van dit jaar. Nou, het streepje is heel erg duidelijk. Maar het is wel een hele typische bewoner van de hei. En ook redelijk zeldzaam. Omdat de heide gewoon een zeldzaam biotoop is geworden. Een zeldzaam landschap. In de loop van de jaren, hè, je moet denken vanaf de late middeleeuwen hebben we al heidelandschap hier. Door het feit dat boeren toen de tijd koeien het bos injoegen. Die vraagt ook de jonge boompjes op. Hij stond in het bos. En hij heeft die hele plek overgenomen. En uiteindelijk heeft hij een belangrijk onderdeel gekregen. Is een belangrijk onderdeel geworden, moet ik zeggen, van de toenmalige landbouw. Er werden plaggen van de hei gestoken. Die werden in de potstallen vermengd met mest. En dat werd op de akkers gebracht, zodat de boeren ook een fatsoenlijk akkergewas konden telen. Met name rogge en haver in deze streek. En daar speelde die hei een grote rol in. Maar met de komst van de kunstmest is eigenlijk bijna alles ontgonnen, was het niet meer nodig, was alle onvruchtbare grond vruchtbaar te maken en is er op hele grote schaal ontgonnen. ...120 jaar geleden kon je nog van hier helemaal naar Antwerpen lopen over de hei heen. De beste stukken zijn ontgonnen en er is landbouw geworden of er zijn woningen gebouwd intussen. En de slechtste delen, de armste delen waar de boeren toen de tijd niks aan hadden, die zijn hei gebleven en daar zitten wij nou op te beheren. De meeste mensen die hier komen die denken van nou de hei die staat schitterend paars te bloeien, dus helemaal top met die hei. Maar wij als beheerders zien intussen dat allerlei zeldzame soorten van die hei aan het verdwijnen zijn. Neem bijvoorbeeld een soort als het Gentiaanblauwtje, dat was het vlaggenschip van de Strabrechtse hei. 5 jaar terug is er hier heel zware regen gevallen in juni. Net op het moment dat het vlindertje uit het mierennestje waar die door gevoed werd, is een heel complex geheel, kwam onder water te staan. Einde oefening voor het Gentiaanblauwtje en het vlaggenschip. Ja, er is nou nog een roeibootje van over, zou je kunnen zeggen. Als je specifiek over de hei praat, dan zie je dat die meestal de afgelopen jaren bloeide niet gewoon eerder. Dat betekent eigenlijk ook wel dat er soorten insecten bijvoorbeeld die pas in augustus tevoorschijn komen als je bloeit, hè, dat ze dan de nectar van die hei hebben. Ja, die kunnen dan wel eens ooit een beetje aan de late kant zijn als ze tevoorschijn komen. Dus het moet zich allemaal aanpassen aan het vervroegde seizoen. En dat kan voor heel veel insectensoorten, die houden daar geen gelijke pas mee. Daar vraagt gewoon te veel. Dat geldt trouwens ook voor de bosvogels en zo. Hè. Als je ziet dat de rupsenpiek in een bepaalde tijd is, bijvoorbeeld door de bonte vliegenvanger. Die komt pas laat terug. Als die jongen heeft, dan wil hij graag veel rupsen hebben. Als die rupsen er niet meer zijn, omdat die al eerder volgevreten zijn en verpopt tot vlinder, ja, dan heeft hij gewoon te weinig vreten. De wulp is verdwenen, de tapuit is verdwenen en er zijn dan nog de meer zichtbare dieren, hè, de mooie vogels. Maar een hele hoop insecten leven, we weten soms niet eens dat het hier geweest is en het is alweer weg. En het hoort wel bij het hele systeem. Als je ergens een deel uithaalt van de ketting, dan is die ketting verzwakt en dan verzwakt het allemaal. Maar hoe erg is als er geen heide meer zou zijn? Nou, als er geen heide meer zou zijn, dan krijgen we meer van hetzelfde. Die heide die heeft sowieso al de neiging om bos te worden. He, er komen overal zaadjes op. Als we hier goed om ons heen kijken, dan kunnen we denk ik wel jonge grove dennetjes zien die proberen omhoog te komen. Nou, dan krijg je dennenbos krijg je terug in plaats van die hei. Dat betekent ook dat al die soorten die leven op die hei en die houden van die warmte, hè? Insecten, reptielen, amfibieën. Heidekikker bijvoorbeeld is een speciale soort, of de heikikker moet ik eigenlijk zeggen, die ook specifiek hier in dit, die raak je dan gewoon kwijt.
Ja, ik denk dat de mensheid zich dood moet schamen voor elke diersoort die hier op aarde verdwijnt door toedoen van de mens. Wie zijn wij dat wij wel even voor andere soorten gaan bepalen, dat wij die niet nodig hebben of dat ze niet nuttig zijn en dat ze gerust weg mogen? Ja, dat is een hele onverschillige, fatalistische houding, denk ik. Want uiteindelijk is de mens misschien ook wel een keer aan de beurt. Als je nou naar de vier jaargetijden kijkt, wat is jouw favoriete jaargetijde? Ja, ik ben nogal een vogelaar, dus ik vind de momenten dat de vogels weer beginnen te zingen, dat vind ik altijd wel een heel plezierig jaargetijde. Dus geef mij de lente maar. We staan hier op de Strabrechtse Heide. Er is al vanaf vroeger uit is hier al de schapen aanwezig. Schapen zorgen voor de biodiversiteit. De schapen nemen zaadjes van plantjes tussen hun klauwen en hun wol mee, waardoor ze het dan weer ergens anders laten vallen, waardoor ze dus daar weer nieuwe planten en heiden kunnen groeien. Op verschillende plekken waar het eerst niet groeide. Wat eigenlijk interessant is aan de Loonse en Drunense duinen is dat het is een levend stuifzandduin. En dat levend stuifzandduin, dat heeft wind nodig om... Het heeft veel dynamiek, zeg maar. En die dynamiek die wil je eigenlijk behouden. Maar hier leven de soorten die je in een bos nooit zouden leven. Het is ook een onderdeel van Natura 2000 bijvoorbeeld. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het heel belangrijk is om dit te behouden. We hebben hier ook op de Strabrechtse Heide de zandverstuiving. En door de schapen kunnen we die behouden door er overheen te lopen, waardoor er geen mos of vaste grond weer ontstaat. Als er geen schapen waren, dan zou alles vergrassen en uiteindelijk dus in bos veranderen. De mest van de schapen zorgen ook voor meerdere insecten, bijvoorbeeld de mestkever. En die wordt weer door een vogel gegeten en zo is dus eigenlijk de cirkel rond. Ik doe dit nu 7 jaar. De eerste jaren dat ik hier kwam, zag ik beduidend minder dichtgegroeide stukken. Dus je ziet echt, onder andere door stikstof, dat eigenlijk door regen bijvoorbeeld op de aarde terechtkomt, dat er mogelijkheid is voor algen en mossoorten om te groeien. En zo gauw het zand vast ligt, zeg maar, kan het niet meer stuiven. En dan gaat dus die dynamiek, die is aan het veranderen. Ik zie plekken waar ik voorheen met de auto bijvoorbeeld door de zand kon rijden, dat is nu gewoon dichtgegroeid. En dat is niet omdat we daar niet met de schapen komen, want dat zijn gewoon plekken om paden, zeg maar. Maar je ziet dat, ja, je ziet het heel erg veranderen, absoluut, ja. Je merkt dat we een paar hele droge zomers hebben gehad de afgelopen jaren. Dat heeft heel veel invloed op wat er gebeurt in de natuur. En wij hebben daar heel direct mee te maken. Want als bijvoorbeeld dat pijpenstrootje door droogte pas heel laat in bloei komt, dan betekent dat dus iets voor ons werk. Pijpenstrootje is het gras wat je vaak tussen of rondom de hei ziet. Het zijn grote pollen. Het is een grassoort die eigenlijk op dit soort droge gebieden heel veel staat. Als je niks zou doen, dus geen schapen meer zou hebben, zou het eigenlijk overwoeken een pijpenstrootje worden. En dan langzaam wordt het weer, ja, dan gaat het steeds verder naar bos, zeg maar. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld heel veel regen gehad. Dus nu staat er heel veel pijpenstrootje en er is nog veel meer regen gevallen. Het is een heel goed klimaat voor dat pijpenstrootje. Dus nu hebben we heel hard te werken om dat weer bij te benen. Dus zo zie je dat die jaargetijden, maar dus ook het weer en eigenlijk overkoepelend het hele jaar het weer, dat dat heel veel invloed heeft op het werk. Dus ja, het is voor mij, ik zit er middenin. Het ras van het schaap is het Kempisch heideschaap. Deze zijn ideaal op deze omgeving omdat die goed tegen schrale gronden kunnen. Ze hebben langere poten, waardoor ze langere afstanden kunnen lopen.
de leiders, die gaan echt op zoek naar het eten. En dan heb je zeg maar zo van de volgers. En die komen dan achteraan om het eten. En zo is het eigenlijk ook met gevaar. De slimste dieren gaan in de kudde staan. Ja, de iets dommere dieren, zeg maar, die staan buiten de kudde. De zwakkere dieren staan buiten de kudde, waardoor die als eerste zouden worden gepakt. De sterkste overleven, dat is altijd in de natuur. Ik denk dat het opwarmen natuurlijk, of het, hè, dat het warmer wordt in de zomer en dus droger. Door die droogte, als dat jaar op jaar op jaar gaat aanhouden, dan gaat dat wel iets betekenen voor dit gebied. De vraag is natuurlijk hoe we daar aan kunnen ontkomen. Alleen ik denk wel dat een deel van de basis ligt natuurlijk bij mensen. Hoe wij met ons gedrag omgaan. Ik zie wel dat de kinderen bijvoorbeeld bij mij in de buurt vinden het heel gek wat wij doen. Ik snap ook niet dat ik elke dag in de natuur ga werken, want wat doe ik dan daar? Ja, ik kom uit een heel ander vakgebied. Ik heb 10 jaar mijn eigen designstudio gehad. Dat was deels natuurlijk kantoor, maar deels vooral werkplaats. En ik miste daar heel erg bij dat ik dicht bij mezelf kon blijven. En hier bij dit werk moet ik dicht bij mezelf blijven. Als ik onrustig ben, is mijn hond onrustig, is de kudde ook onrustig. Als ik de schapen goed vol heb, gezond in het vak terugzet, dan ga ik met een supergoed gevoel naar huis. Want dan zijn ze tevreden en dan kunnen ze rustig gaan herkauwen en slapen. Ik heb wel door dit werk geleerd dat elk seizoen wel iets heel moois heeft. Vroeger had ik echt een hekel aan de herfst en de winter, omdat ik dacht dat het altijd slecht weer was. Maar de lente is wel absoluut mijn favoriet, ja.